De dag in 30 seconden. India is echt een ontzettend smerig land. Dat is echt een van de dingen die ons het meest opvalt hier in India. Mensen zijn heel arm, maar vergeleken met Afrika is het ook alles veel smeriger. Echt overal troep op straat, afval. Ook de rivieren in India zijn echt heel erg goor. En de mensen hier zo, in de lepra-kolonie hier langs de rivier, hebben daar wat op bedacht. Die scheppen het water uit het zand. Het zand heeft het water al op een natuurlijke manier gefilterd. Nou, dit water is natuurlijk ook niet schoon, maar de mensen hebben geen geld om echt schoon water te kopen. Dus dit is dan de manier om relatief schoon water te krijgen.